Dames en heren, van harte welkom bij de derde editie van de Joost Swageman lezing en de Joost Swageman essayprijs. En deze editie is anders dan voorgaande jaren. Waar we u toen konden verwelkomen in een volle theaterzaal hier in Alkmaar, is dat nu vanwege de coronamaatregelen niet nodig, niet mogelijk. Maar we laten het niet bij zitten. We komen nu online bij u in huis, onderweg of waar u ook bent. Wel heel vertrouwd vanaf het cultuurplein hier in Alkmaar met de grote kerk van Alkmaar op de achtergrond. Fijn dat u op ons hebt afgestemd, zou je in ouderwetse termen zeggen. Mijn naam is Patrick van Meel, directeur van het Stedelijk Museum Alkmaar, dat samen met de bibliotheek Kennen Me Waard en Takkentheater De Vest de initiatiefnemer is van deze lezing. Vandaag, 18 november, is het 57 jaar geleden dat Joost Swageman hier in Alkmaar werd geboren. En om de nagedachtenis aan de in 2015 overleden schrijver levend te houden en zijn gedachtegoed voor te zetten, organiseren we ieder jaar een lezing over literatuur en beeldende kunst. Een domein dat Joost Swageman, zoals u weet, inspireerde tot talloze essays en vlammende tv-optredens. De derde Joost Swageman-lezing wordt gegeven door Benjamin Moser, de Amerikaan Benjamin Moser, die net zoals Swageman zeer bevlogen en met veel kennis over kunst en literatuur kan schrijven. Daar zijn we ontzettend blij mee. Maar voordat u hem kunt horen, hebben we nog een ander programma voor u in petto met prachtige muziek van misschien wel de meest poëtische songschrijver van Nederland, Spinvis, en natuurlijk de uitreiking van de Joost Swageman essayprijs. Deze prijs voor beginnend essaytalent is een initiatief van de Maatschappij de Nederlandse Letterkunde en de Van Bijleveld Stichting. Deze stichting stimuleert trouwens behalve literatuur ook toneel, muziek en beeldende kunst. Past dus heel goed bij Joost Swageman, zou je kunnen zeggen. Vandaag is het de derde maal dat deze prijs ter waarde van 7.500 euro wordt uitgereikt. En de vraag is natuurlijk, wie oh wie is dit jaar de gelukkige winnaar? De jury onder voorzitterschap van Aleid Truijens, bij mij aan tafel. Welkom, ja, Aleid. Ja, dank je. Fijn dat je er bent. Heeft 6 inzendingen genomineerd. En de auteurs daarvan zijn vanavond alle 6 aanwezig in Alkmaar. Ik stel ze even aan u voor. Eelco Couvreur, Anouk Koostra, Wiel Dorsers, Fatia Al-Mansouri, Marcel Oden en Laura Weda. Welkom allemaal. Ja, Aleid. Ja. Joost Swageman essayprijs in coronatijd. Is dat van invloed geweest? Nou, we denken dat het misschien een beetje invloed heeft gehad, want we kregen zoveel inzendingen. Veel meer inzendingen dan vorig jaar? Ja, 312. En vorige 2 keer was het zo 160, 170. Dus misschien hadden mensen wat meer tijd of meer zin of wat legere avonden. Ik weet het niet precies. Maar, dus veel werk voor de jury? Veel werk voor de jury, ja. Maar dat is leuk natuurlijk. Je wil ook niet 20 inzendingen krijgen. Hè? Dan, dat is waar. Dan is het geen leuke prijs. Nee. Ik vroeg me nog wel af. Je leest de laatste tijd veel dat Nederlandse literatuur en taal onder druk staat. In het onderwijs misschien. In het onderwijs. Ja, hè? Ja, op de universiteiten verdwijnen vakgroepen of ze worden gemarginaliseerd. Ja. In het voortgezet onderwijs is Nederlandse literatuur een ondergeschoven kindje. Ja. Merk je dat nou ook aan zo'n Joost Swageman essayprijs? Ja, hiermee trek je natuurlijk de mensen aan die wel een liefde voor de taal hebben. Die graag schrijven en die... Die stilistisch ook handig zijn en er plezier in hebben. Dus maar dat is waarschijnlijk wel een heel uitgelezen gezelschap. Ja. Niet alleen deze 6 mensen, maar die 312... Mm-hmm. Vormen al een bijzondere categorie van de Nederlanders. En daarbij, dat was ook aardig. Dat zie je ook aan de 6 genomineerden. Mensen zijn van heel verschillende leeftijden. Mm-hmm. Want je had het over beginnende essayisten. Nou, ja, dat zijn in ieder geval essayisten die geen essays in boekvorm hebben gepubliceerd. Sommige van hen zijn wel al langer werkzaam in de journalistiek. Die kunnen dus net zo goed 16 of 86 zijn. Dus je maakt beetje wat meer in het midden, maar... Okay. Je maakt je daar nog geen zorgen over? Nee. Maar ik maak me wel zorgen over de afnemende taalvaardigheid en liefde voor literatuur en het literatuuronderwijs. Daar maak ik me heel veel zorgen over, maar dat kun je aan deze prijs niet merken. Gelukkig, heel goed. Nou, we zijn natuurlijk allemaal razend benieuwd naar het oordeel van de jury, dus... Ja. Het woord is aan jou, Aleid. Ja.
Dames en heren en beste genomineerden. Zou het door corona komen? Dat vroegen we ons inderdaad af. Wij, de juryleden van de derde Joost Wageman essayprijs, hadden de essayisten dit jaar tijd om er eens goed voor te gaan zitten. Want we konden onze ogen niet geloven. De stukken bleven maar binnenstromen, soms 10 per dag. Nou, het werden er dus 312. En we kregen het druk, zeiden we tegen elkaar. Maar we waren wel blij met zoveel inzendingen. Zoveel enthousiasme en zoveel toewijding. Hè? Want je moet zo'n verhaal toch maar eerst schrijven. Dat wij nu hier uiteindelijk samen staan en niet in de grote kerk in Alkmaar of in het theater aan de Vest, heeft wel alles met corona te maken. En het is heel erg jammer dat we dit mooie moment en de lezing van Benjamin Moser niet live in het gezelschap van onze familie en vrienden en geliefden kunnen meemaken. Maar het is niet anders. En ik heet alle fans van de genomineerden die ongetwijfeld nu kijken ook van harte welkom. Leuk dat jullie erbij zijn. En ook mijn medejuryleden die hier niet bij kunnen zijn. Het wordt een bijzondere editie. Je zult zien, die link naar dit filmpje wordt nog eens een collectors item. We zijn hier toch in Alkmaar, de stad waar Joost Wageman 57 jaar geleden is geboren en waar zijn hart lag. Dat het op deze manier toch kon doorgaan is te danken aan de inspanningen van de organisatie. Dus met name Patrick van Meel en Eva Groentjes van het museum en de bibliotheek en alle mensen daaromheen, ook een heel groot team. En dankzij de Van Bijleveld Stichting met Joost Kwant als voorzitter en de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde met Jaap Goedegeburen als voorzitter en mediapartner de Volkskrant. Met deze prijs vieren we het prachtige genre van het essay en eren we Joost Wageman, romanschrijver, essayist en enthousiast ondersteuner van aankomend talent. Want vergeet ook dat niet, het was ook een kant van Joost. Dit jaar zitten in de jury, waarvan ik de voorzitter mag zijn, Barbara van der Pol, schrijver en vertaler, romanschrijver en essayist Manon Uphoff en Merlijn Olnon, uitgever en hoofdredacteur van de Nederlandse Boekengids. En dat is het prachtblad waarvan u het nieuwste nummer met daarin alle 6 de essays van de genomineerden, heel mooi vormgegeven, gratis wordt aangeboden. Kijkt u vooral snel op www.joostwagemanlezing.nl, dan kunt u daar zien hoe u aan dat nummer kunt komen. Dus joostwagemanlezing.nl. En lees meteen deze bijzondere essays. Ja, 6 schitterende stukken hielden we uiteindelijk over. Na wekenlang lezen en schriften, bij elkaar komen, flinke discussie. Alle 6 van onmiskenbaar hoge kwaliteit en heel verschillend. Onder de andere 306 inzendingen zat ook veel lezenswaardigs, wat allemaal af moest vallen. Ik noem om een indruk te geven wat onderwerpen die erbij zaten. De gefilterde werkelijkheid. Alledaags racisme. De crisis van de man. Ja. Het verdriet van kinderloosheid. Een pleidooi voor verdriet. De lof van de middelmaat. De feilbaarheid van engelen. Ziekte en giftige metaforen daarover. Gepeste kinderen. Corona als les voor de mensheid. Corona als buitenkans voor de mensheid. En dan nog al die liefdesverklaringen aan vaders, moeders, opa's, oma's, geliefden en kinderen. Dood of levend. U snapt dat we ons niet hebben hoeven vervelen. We staken heel wat op. En de gemiddelde kwaliteit lag behoorlijk hoog. Er waren heel klassieke essays bij over kunst of literatuur. Echte intellectuele zoektochten, maar die waren in de minderheid. Net als de puur politieke of ideologische beschouwing. Wel viel het ons op dat veel schrijvers ons graag een lesje wilden leren. In veel stukken werd een moralistisch vingertje opgeheven. Dit jaar werd het klimaat, vorig jaar het hoofdonderwerp, onze zieltogende planeet, weggedrukt door corona. Ja, eigen leed eerst. En er kwam nogal wat privéleed voorbij, niet alleen over corona, ook over andere ziekten, depressie, verval, verlies. Daarover luchten veel schrijvers hun hart. Veel essays, ander opvallend punt, gaan over persoonlijke ervaringen.
Wat ons sterk opviel is dat het onderscheid tussen autobiografisch verhaal en beschouwing echt aan het vervagen is. Ook Joost Zwageman, een groot essayist, deelde niet zo zwaar aan het onderscheid tussen verhaal en essay. En journalistiek trouwens. Ook hij nam die grenzen ruim. En of hij nou schreef over het werk van anderen of over zijn eigen ervaringen, hij schreef altijd persoonlijk en met hartstocht en ook goed beargumenteerd en gedocumenteerd. Persoonlijk gedreven, maar wel onderbouwd, dat waren voor ons ook de drie belangrijkste criteria. Nou, deze zes essays, waarover ik straks meer ga vertellen, sprongen eruit. Alle zes uitstekend geschreven, interessant, authentiek en publicabel. En ze worden dus ook meteen gepubliceerd. Dus eigenlijk zes winnaars, hè, uit 312. U gaat ze straks lezen in de Nederlandse Boekengids. En redacteuren en uitgevers, als u nu kijkt, wordt wakker en ga erachteraan. Want deze zes schrijvers barsten van het talent. Ik noem ze hier in alfabetische volgorde met beknopt commentaar van de jury. Allereerst Eelco Couvreur. Een Indische cultuur van schaamte, zwarte gaten en zwijgende raadsels. Dit essay vertelt een verhaal over de Indische oom Dave van de ik-figuur. Een mysterieuze, zwijgzame man die soms verhalen vertelde over vroeger, over Nieuw-Guinea. Een oom die zich, heel tragisch, ophing en daardoor nog raadslachtiger werd. Zijn neef onderzoekt nu hoe het repatrianten, zoals Dave en zijn eigen moeder, in Nederland is vergaan. Hij vraagt aandacht voor de Indisch-culturele erfenis, een koloniale erfenis, die is veronachtzaamd. En voor een periode in de geschiedenis die al te lang onder het tapijt is geveegd. En dan, Wiel Dorsers, Zijn geur, zijn hand. Dit is een sensitief en poëtisch essay over de overweldigende kracht van geuren, die een mens in een oogwenk naar het verleden kunnen voeren. Neusherinneringen worden die genoemd. En ze kunnen zich zomaar opdringen. De geur van het antipuisjesmiddel Clearasil, u herinnert zich misschien nog wel, en van het hippie parfum Patchouli. Ze komen langswaaien en dragen verhalen met zich mee. Eén zo'n verhaal gaat over een broer, over twee puberjongens in één bed. Anouk Kootstra, een jas die past. In Nederland is het niet bepalend waar je wieg staat, wordt dan gezegd. Ieder kind kan in het onderwijs talenten ontplooien en ontgroeien aan het milieu waarin het opgroeit. Toch is sociale mobiliteit een ingewikkeld proces. Ook al haal je prachtige diploma's en werk je aan een universiteit, afkomst blijft voelbaar. Er zijn subtiele onderscheidingen, voornamen, artistieke voorkeuren. Of hou je van courgette of van stampot? Hoe is je huis ingericht? Daarover gaat dit helder geschreven essay, een mengeling van eigen ervaring en grote kennis van zaken. Fatia Al-Mansouri, Jilla. Dit essay is een verhaal en een aanklacht. Het verhaal van Mo, een jongen geboren in de beruchte Nijmeegse wijk Hatert en getogen in de gevangenis, de Jilla. Mo, die op zijn 20ste al 5 keer in de gevangenis heeft gezeten, wegens drugsdealen en daar helemaal niets heeft geleerd, behalve dat hij niets waard zou zijn. Het is ook een hartstochtelijke, vlammend geschreven aanklacht tegen een systeem dat beschadigde jongeren verder het moeras in helpt. En een pleidooi voor een rechtssysteem dat deze jongeren kans op een beter leven biedt. Marcel Ode, Twitteren waar eens de grut over vloog. Dit is het essay met veruit de mooiste titel, vonden we. Het is een elegante, soepel geschreven vertelling die start bij reusachtige windmolens rondom een huis in de Wieringermeer, die van een vredige plek in een industriële energiecentrale is veranderd. Via allerlei, met veel plezier weergegeven complottheorieën en via Plato en het Taoïsme komen we uit bij het nu vervagende onderscheid tussen feit en mening, werkelijkheid en fictie. En uiteindelijk belanden we bij de kracht van het verhaal. Laura Weda. Taal is de eerste en grote verdeler, heet het essay.
Hierin maken we kennis met Jeanne van Dien, hoofdpersoon in Ibu Maluku. Een in het Engels geschreven boek over haar, over Jeanne. Een Nederlandse vrouw die woonde op de Molukken en in een jappenkamp op Ambon belandde. Voor de vertaling van dit boek, dat over een pijnlijke periode, ja alweer, hè, net als het essay van Elko, periode in onze geschiedenis gaat, was door Laura geen Nederlandse uitgever te vinden, want het zou te koloniaal zijn, zegt veel over onze tijd. Dit is het vertrekpunt voor een sterke beschouwing over racisme, vooroordelen, misplaatste superioriteit en over de macht van de taal. Dames en heren, het was erg moeilijk, zoals u zult begrijpen, om uit deze 6 voortreffelijke essays 1 winnaar te kiezen. Het moest. We hebben er lang over gepraat, maar we werden het eens. We hebben gekozen voor het essay dat niet alleen goed geschreven, persoonlijk en grappig is, maar ook een serieuze analyse van een maatschappelijk verschijnsel dat ook een taboe is. De Joost Zwagerman Essayprijs 2020 gaat naar Anouk Kootstra voor haar essay Een jas die past. Anouk, van harte gefeliciteerd. Ja. Kijk, nou is er ook nog een heel groot ding. En dat kan je straks meenemen als je het kan dragen. Het is niet zwaar trouwens, maar het is wel een beetje groot om in je woonkamer te hangen. Ja. Maar... Anouk, gefeliciteerd. Ja. Ben je verrast? Ja, ontzettend eigenlijk. Ik ben vrij sprakeloos. Echt waar? Ja, ik ben heel erg verrast. Ja. En heel blij. Ja, ja, ja. En waarom had je het niet verwacht? Ik vond de andere essays heel goed. En het was ook al een zwaar proces, mijn schrijfproces. En soms denk je dat als iets goed is, dat het zich vanzelf schrijft. En dat was in dit geval eigenlijk niet zo. Het was gewoon eigenlijk, het zit echt heel veel liefde en aandacht, maar ook bij zoveel tijd en moeite en ellende in. Zoals een essay betaamt, hè? Ja, misschien. Haar zeggen. Ja, misschien. Ja, ja, ja. Ja. En nou ja, Aleid zei het al, je essay gaat over afkomst en het ongemak, of zelfs het onvermogen om je, als je uit een laag opgeleid milieu komt, om in elitaire of intellectuele kringen te begeven. Hè? Helpt dit nu? Ja, dat is een beetje de nieuwe wereld, ja. En ik begin eraan te wennen. Dat is, ja? Dat is het gekke. Ja, 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 ja. Maar het is zo... Het is zo anders. En daar gaat het essay natuurlijk over. Dat ja, het echt zo, we leven echt in andere werelden met z'n allen. Toch en, wel, hè? Ja, ja. Ja, ontzettend. De wereld van mijn ouders is een heel andere wereld dan de wereld hier. En daar gaat het over natuurlijk. Gaan je ouders kijken nu? Absoluut. Ja, ze waren er heel graag bij geweest. Maar, Ja. Ik vond het wel heel mooi hoe je ook zo liefdevol over je ouders schreef. In dit hele, toch wel algemene thema. Dus dat vond ik heel opmerkelijk. Heel mooi was dat. Ja. Gelukkig. Ja, ja. Hey, en nu heb je deze prijs gewonnen. Wat zijn nu je plannen? Ja, jeetje. Ik dacht eigenlijk... ik zou mijn ouders wel mee willen nemen een weekendje weg. Om dit te vieren. Ja, leuk. En verder lijkt me ook heel leuk om eens een schrijfcursus te doen. Want dat heb ik eigenlijk nog nooit gedaan. En ik ben, dat lijkt me eigenlijk heel, heel erg leuk. Dus dat zou ik dan ook willen. Ja. En als je denkt aan schrijven, wat is dan je droom? Wat zie je voor je? Nou... Ik werk als onderzoeksjournalist, af en toe, freelance bij Investico. En het lijkt me eigenlijk heel leuk misschien om ooit een boek te schrijven. Dus dat lijkt me leuk. Maar non-fictie of fictie? In non-fictie. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ik heb nog nooit fictie geschreven, nee. Eigenlijk. Maar wie weet ook. Ja, wie weet. Ja, ja, wie weet. Ja. Nou, we houden je eraan. Ja. En dit is in ieder geval een hele mooie opstap. Heel erg gefeliciteerd nogmaals. Dankjewel. Ja, en we horen dankjewel. Van je. En veel plezier ermee. Ja, ja. Dankjewel. En veel succes met het schrijven ook. En dat geldt voor de hele, alle genomineerden. Ja. Heel goed, dankjewel. Ja. Dankjewel. Ja, en dan is het nu tijd voor muziek. Erik de Jong en Saartje van Kamp, Spinvis. Als het goed is, moet ik ergens op de gastenlijst staan. Want wat is dit voor taal en waar komen ze vandaan? Het is 9 uur, het is heet als de hel. De band is wel goed en het bier is wel koud. En ik wil ook wel klappen, maar ik weet niet hoe het moet. Want dat gaat best wel lastig. Met een glas in je hand gaat alles over de rand. Wat zei je daar net ook weer? Ik heb je niet gehoord. Ik had oogcontact van de eenzaamste soort.
De winnaar krijgt een antwoord, de verliezer krijgt een vraag. Ik trek geen conclusie en ik antwoord lekker vaag. Ik heb geen contract, ik heb geen bezwaar. Ik knip mijn nagels, ik was mijn haar. Ik scheer me in bad, zoals een cowboy doet. Met een fles op de rand en een spiegel in mijn hand. De dader kijkt terug, giftig als een schaduw en vluchtig als een woord. Heb ik oogcontact van de eenzaamste soort. In de stilte tussen woorden zit een klein gedicht over nu en nooit, over droom en dood, over jij en ik, over kut en pik. Wat zou Houdini doen? Of Bobby Fischer dansen? Vroeg, ben je bang? Maar hij was niet bang, alleen voor medelijden dan. Voor medelijden wel, dan was hij liever dood. Ze heeft hem zacht gekust en toen heeft ze hem vermoord. Met oogcontact van de eenzaamste soort. Hij drinkt Salome's poison en ik ken hem ergens van. Maar acteurs doen toch altijd alsof er iemand naar ze kijkt. Hij is bang als een hond en hij lacht als een wolf. Ik weet niet op wie en ik weet niet op wat. Maar hij wacht in de gang sinds ik hier binnenkwam. Op het laatste bericht kreeg hij geen antwoord meer. Hij twijfelt elke keer, hij vraagt zich maar af. Hij begrijpt maar niet hoe, zijn geluk raakt op. En zijn geheimen nemen toe. Ik heb nu superkracht, ik kijk door alles heen. Ik zie alles nu gebeuren en ik ken hier iedereen. Ze zijn even oud, pilaren van zout. Que pasatia, duersonia, een engel wie doe, een vampier kung fu. Lippen van steen, kussen, tongen van stof, strelen, vingers breken af. Ogen van as, door Medusa geboord, ze hadden al contact van de eenzaam. Die gaat er aan, die krijgt de trofee. Ik ken dit spel, het gaat er hard aan toe. Maar het duurt nooit lang en iedereen speelt vals. Hoop je weer te zien, misschien een andere keer. Stomkop je bent, wie dacht je dat je was? Een steentje op een kroon, nummer 206. En de teller staat niet stil. Het laatste wat je krijgt, het hoogste wat je scoort. Komt dat van de eenzaamste soort. Ze eraan. Het hele peloton laat ze daar niet staan. Laat die mannen erin, ze zijn mooi op tijd. Ik hoef geen blinddoek om, maar ik hoop dat ik slaap. Of zo zat als een aap, of zo oud als een god. Of zo blij dat het komt. Ik laat echt geen traan, ik vind ook niet dat dat hoort. En vlak voor het schot, vlak voor het bevel, is er nog oogcontact. De eenzaamste soort. Is er nog oogcontact? Van de Ja, Club Insomnia van Spinvis. Wat prachtig. Erik, ik weet nog toen we elkaar spraken over een optreden van Joost Swageman lezing. Dat we er toen over hadden welk nummer je zou kiezen. En dan heb je Club Insomnia gekozen. Vertel eens, wat is de keuze? Ja, ik ken Joost Swageman niet zo goed, of helemaal niet eigenlijk. Maar ik ken wel
Gimmick. De eerste roman, geloof ik. En er zat een soort Amsterdams nachtleven gevoel, kunstenaars. Ja. En ik dacht dat deze tekst er wel bij aan zou sluiten. Ja. Dat doet het zeker. Heel mooi. Dankjewel. Dankjewel. Nou, we zien jullie aan het eind van het programma weer terug. Dus daar verheugen we ons nu al op. Ja, dames en heren. En dan is het nu tijd voor de Joost Swageman-lezing. Door niemand minder dan Benjamin Moser. Misschien nog niet zo heel bekend in Nederland, maar dat gaat binnenkort veranderen. Dat verzeker ik u. Moser die schrijft onder meer voor Harper's Magazine en voor de New York Times. En in 2016 verscheen zijn boek over de Braziliaanse auteur Clarice Lispector, dat internationaal jubelend werd ontvangen. Zijn indrukwekkende biografie over de knappe Amerikaanse denker en essayiste Susan Sontag is afgelopen jaar zelfs bekroond met de prestigieuze Pulitzer Prize. En ook in Nederland werd dat boek zeer enthousiast ontvangen door pers en publiek. Benjamin Moser leeft afwisselend in Nederland en Frankrijk. En dat is nu precies de reden waarom hij nu niet in Alkmaar kan zijn. Want net toen hij in Frankrijk was, werd daar een hele strenge lockdown afgekondigd, waardoor hij nu vastzit in zijn huis in de Dordogne. Maar we hebben gelukkig wel een live verbinding met Benjamin. Als het goed is, dag Benjamin. Hoi. Welkom. Dankjewel. Wat fijn dat we elkaar toch kunnen spreken, want je bent nu in het huis in de Dordogne. En hoe is het nou met de lockdown in Frankrijk? Want ik hoor dat heel streng is daar. Ja, het is nog net als in het voorjaar. We mogen niet verder dan 1 kilometer van ons huis vandaan zonder een brief. En dat soort dingen. We zijn het eigenlijk een beetje gewend. Ja. Is het voor een schrijver niet juist heel prettig, zo'n lockdown? Heerlijk. Ja, dat is het geheim van veel schrijvers die het allemaal tegen elkaar zeggen. Want je mag het eigenlijk niet zeggen, want het is heel ellendig voor heel veel mensen natuurlijk. Ja, ja. Maar voor ons, ja, wij vinden het best wel fijn. Ja, en het is vast ook geen straf in Frankrijk. Nee. Nee. Toen we jou benaderden voor de Joost Swageman-lezing, toen zei je, oh, dat vind ik heel mooi, voel me vereerd, want ik bewonder het werk van Joost wel. Kun je daar iets over zeggen? Ja, ik heb Joost meegemaakt. Ik kende hem niet heel goed, maar ik heb hem vaak genoeg gezien en gesproken. En ik vond het een heel leuk iemand om over Amerika te spreken. Want dat is in het buitenland, we hebben net die verkiezingen gehad. Ja. Nou, iedereen geeft een mening over, gebaseerd op wat ze op zijn Italiaanse website gezien hebben. In alle landen gaat dat zo. En dat was echt iemand die verstand van Amerikaanse zaken had. En dat is vrij zelden. En is dat nu dan niet zo? Had hij wel verstand van Amerikaanse zaken? Jij bent Amerikaan, dus jij weet het. Hij had dat wel. Heel veel mensen lullen over Amerika, maar ze hebben geen idee waar ze het over hebben. En Joost had echt heel veel kennis. En hij had heel interessante meningen. En dat is als buitenlander dat is vrij zeldzaam. Ja. En dat mis je nu wel in de Nederlandse media misschien? Diegenen die vaak verstand van Amerika hebben, vinden wij Amerikanen in Nederland, we zijn niet heel erg onder de indruk, laat ik het zo zeggen. Nee, hè? Oké. Okay. Nou, Frankrijk ook niet, hoor. Nee, we staan daar niet alleen in. Heel goed. In alle landen is dat zo. Ja, hè? We zijn wel heel benieuwd naar jouw lezing, zoals je snapt. Je hebt hem kort hiervoor zelf opgenomen in je eigen huis. En we gaan er nu naar luisteren en naar kijken. Dames en heren, Benjamin Moser. The war against water, the Dutch struggle to wrest their country from the sea, is strangely invisible now. Concerns about global warming are just that, global. The little local struggles, the rush to get the livestock to higher ground, the nervous pacing along the village dam, belong to dangers from olden days, like getting shipped off to suppress a tribal uprising in Sumatra, or contracting cholera from shit in the canal. Only the very old recall the last time things went wrong. The North Sea flood of 1953 occasionally resurfaces in black and white photographs and television documentaries. Every Dutch person has seen these images, but they look as remote as the folk costumes the people in them are wearing. Almost nobody has experienced the old ancestral terror. That water looming, lapping, leaping, waiting to whisk you away. That's because the flood of 1953
was the last of its kind. In its wake, the government embarked on one of the most elaborate engineering projects in history, the Delta Works. But the challenges for which they were designed are not the challenges, barely envisioned, of global warming. To ask whether these enormous barriers can withstand the new age of weather is to wonder how long the Netherlands can survive. With every freak hurricane and unexpected drought, we find ourselves, like every generation past, dwelling on eschatology. And when we imagine the collapse of dune and dike, among other things we imagine are the cultural losses that such a cataclysm would bring. If the Western Netherlands, all those cities, with all those museums and libraries, were swept into the sea, which treasures would we miss most? For me, the answer is surprisingly easy and is to be found along a quiet street in Haarlem. There are many reasons for the art pilgrim to come to this city, halfway between Amsterdam and the ocean. Today, virtually a suburb of Amsterdam, a few minutes from its central station, few cities have as distinguished a cultural tradition as Haarlem, a tradition honored in the museum that bears the name of its greatest painter. To see Frans Hals in his own place is to realize that not every artist travels well. Some can be seen anywhere. You can appreciate Titian better in Madrid, Paris, or Washington than in his hometown of Venice, where his works blend too seamlessly into the ambient splendor. Yet you'll never understand the point of Carpaccio outside of his own ghostly city, where his bizarre mythological tableaux glow with Egyptian mystery. The Dutch, for the most part, are transportable. Most of them painted for living room walls, and those can be found everywhere. One reason that since medieval times, their works have been exported by the tens of thousands. If Holland disappeared, the achievement of its painters would be still visible all over the world, and we would know their golden age as we know those of Greece and Rome, from noble fragments. Enough Rembrandts and Vermeers would survive. But though many of Hals's greatest works are in foreign collections, you still have to come to Haarlem to see him. There, in eight gigantic paintings, placed end to end, they are 23 meters long. The Dutch Golden Age unfurls in portraits of members of Haarlem's charitable and military institutions. They show 84 people in all, painted over half a century. In June 1902, to escape construction noise next door to his house in London, the American painter James Abbott McNeil Whistler fled across the North Sea. In The Hague, he met the German painter Georg Sauter, who was dismayed to see the state of Whistler's health. A drive to the beach at Scheveningen sufficed to exhaust him. And when Whistler spoke of going to nearby Haarlem, Sauter thought he was far too frail. The next day, he was amazed to find Whistler in Haarlem. They strolled past the pictures, from the earliest, painted in 1616, when Frans Hals was young, to the Regentesses, painted in 1664, when Hals was nearly as close to death as Whistler was now. Quote, "Certainly no collection would give stronger support to Whistler's theory that a master grows in his art from picture to picture to the end than that at Haarlem." The elderly painter warmed to the subject and slid under the railing in order to view the pictures from closer by. The guard forced him to take a step back, and Whistler determined to wait until the other visitors were gone. "At last," wrote Sauter, quote, "we were alone, indeed, with Frans Hals. Now nothing could keep him away from the canvases. Particularly the groups of old men and women got their full share of appreciation." He clambered onto a chair, quote, "absolutely into raptures over the old women, admiring everything. His exclamation of joy came out now at the top of his voice, now in the most tender, almost caressing whisper. Look at it, just look. Look at the beautiful color, the flesh, look at the white, that black. Look how those ribbons are put in. Oh, what a swell he was. Can you see it all? And the character, how he realized it." And then, moving with his hand so near the picture as if he wanted to caress it in every detail, he screamed with joy. "Oh, I must touch it, just for the fun of it." And he moved tenderly with his fingers over the face of one of the old women. The guards indulged the sick painter, who miraculously managed to make it back to London. He hardly left his house again. The construction banged on. Soon he was dead.
The care lavished on the building that now houses the Frans Hals Museum seems at odds with its original purpose, a nursing home. Such buildings amazed foreign visitors, who were more used to seeing such outlays reserved for princes and bishops. If the old men's house was an expression of dedication to the infirm, it was also, and not accidentally, an advertisement in mortar and brick for Dutch moral excellence. Hals was young when construction began, in 1607. With its spacious rooms and tranquil garden, the old men's house speaks of wealth sagely deployed, of a well-ordered civilization. So does the collection's centerpiece, Hals's group portraits. Swooshing with silk, dripping with lace, they nonetheless convey a dignity that even in its most celebratory is never ostentatious. These are people who deserved their golden age. Yet the life of the artist who created the pictures, the person for whom the building is now named, speaks of a poverty so extreme that the modern mind struggles to fathom it. Rembrandt died poor, but enjoyed long periods of affluence and even magnificence. Hals, from before his birth till after his death, was trailed by such destitution that most of what we know of his life comes from the annals of the small claims court. When he was born, his father was involved in a lawsuit arising from his brother's estate. The question, which dragged on for nearly a year, involved a rapier, a doublet, a kind of men's jacket, six shirts, and a pair of stockings. The records of this dispute survived. The record of Frans's birth have not, because though we do not know the exact date, we know he came into the world in Antwerp toward the end of 1582, amidst a Holocaust. The Dutch revolt began as a reaction of the Netherlands, attached by inheritance to the crown of Spain, to punitive taxation, tyrannical government, and brutal religious repression. The revolt was centered in Antwerp, the mercantile and banking capital of Europe, which was being reduced to a colonial tributary, its preachers tortured, its treasury milked to finance wars in faraway lands. By the time of Hals's birth, the city had been reduced by wave after wave of destruction. In 1566, the Protestants purged the churches of what they saw as idols, an act of defiance against the king and church that was answered 10 years later by a sack of the city. 18,000 people were killed in just 3 days. In historical terms, the Spanish fury meant the end of Antwerp as the entrepot of the North. In personal terms, for the survivors, it meant nothing good, especially if they, like Hals's parents, were poor to begin with. His father was a shearer, a man who cut wool from sheep, one of the many artisans in a cloth-making industry that never recovered from the attacks. In an economic and military context that made six shirts and a pair of stockings a treasure worth fighting over, more violence was still to come. Around the time of Frans Hals's birth, another fury broke out. The Prince of Orange invited the brother of the King of France to lead the liberated provinces, but the Duke, unwilling to be a constitutional monarch, attacked his own city of Antwerp. The coup resulted in a humiliating defeat, hundreds of troops hacked to death by the outraged citizenry. But the French fury weakened Antwerp still further. The next summer, the Spanish returned. After a year of starvation and horror, the city fell. From then on, the northern and the southern Netherlands were severed. The Dutch blockaded Antwerp for 2 centuries. Over half its population fled, among them the Hals family. They settled in Haarlem, also besieged and plundered by the Spanish. But the Spanish left in 1577 and never returned. By the time these thousands of Flemish immigrants arrived, Haarlem was being rebuilt. The skills these sophisticated people brought revitalized the city's trade, including the cloth trade that employed Hals's father, François. The city prospered. The Hals family did not. In 1599, to make good a debt incurred by purchasing half a cow, François was forced to cede the entirety of his household goods. A pair of stockings, half a cow. The tone was set. Frans Hals would be sued in 1624 for payment for a jacket.
were 3 guilders and 6 stivers. In 1627, he would be sued for 7 guilders for a delivery of butter and cheese. In 1629, a baker sued him for 5 guilders and 17 stivers. In 1631, he was sued over his failure to pay for some meat, for which he had agreed to pay 43 guilders. 13 were still outstanding. In 1634, he was sued for 23 guilders for bread. He had exchanged a painting for the bread, but it wasn't enough to cover the debt. In 1636, another baker sued him. In 1640, he was sued for 33 guilders for rent. In 1642, he was sued for 5 guilders for a bed. In 1644, he was sued for 5 guilders and 2 stivers for the purchase of canvas. In 1647, he owed his shoemaker 59 guilders and 8 stivers. In 1649, 2 of his grandchildren were admitted to the orphanage, their parents deceased, and he and his wife unable to care for them. The next year, a local bartender sued him. The year after that, his wife was sued for 4 guilders for not paying for a box. When his ailing son Klaas made a will in 1656, he allowed his parents to choose among his gray coat, his, quote, worst outfit, or 1 Flemish pound, equivalent to 6 guilders. So it went. If one knew this man only through the scarce documents that chronicle his life, one would be utterly unprepared for the sumptuous, glorious paintings that deck the halls of the museum that bears his name. If his life was petty, his work was lavish. Perhaps more than any other Dutch painter of his time, his impulse was celebratory and as notable for everything it omits as for everything it includes. There are no still lifes. There are no landscapes or seascapes or cityscapes or, surprisingly for a man with something like 14 children, nudes. Notwithstanding the odd skull, his paintings are bereft of elusive symbols. We vainly comb them for memento mori. And though a pair of evangelists turned up in the basement of a Ukrainian museum in the 50s, they bear not the slightest whiff of religion. Frans Hals's subject was the citizens of Haarlem. His first known portrait, still in his museum, shows Jacobus Zaffius, a Catholic who, in 1578, witnessed the destruction of Haarlem's holy images and was imprisoned for protesting. In 1611, when this was painted, Zaffius was a figure who looked to the wars of religion and independence, to Haarlem's past. The man who painted him pointed to the future. Hals was not quite young, almost 30, when he painted Zaffius. It was a late start. At that age, Paulus Potter was dead. Fabricius had 2 years to live. Despite the hurdles he faced in his life, Hals would live far longer than any prominent Dutch painter. He died in 1666 at age 84, fully 20 years older than Rembrandt was when he died. And Rembrandt was considered old and outlived most of his contemporaries. The vitality that propelled Frans Hals through a long life is visible already in this work. The paint is laid on in liberal scrapes. Though the colors are few, black and brown for Zaffius's clothing, yellows and reds and whites for his face and beard, Hals wrings every nuance out of them. He doesn't have a single black, but 27 different blacks, wrote another painter who thought he was Rembrandt's equal. That painter, Vincent van Gogh, was one of the many modernists who found a model in Hals. Whistler called his painting of his mother, Arrangement in Gray and Black, No. 1, a title that could have served for any number of Hals's paintings. Only Rembrandt and Hals placed such unembarrassed emphasis on the artifice of their art, a break with tradition that would not be taken up again until the 19th century. Yet all these whirls and scratches inevitably resolve into Haarlemmers who, though centuries dead, illustrate the paradox that makes Hals's work so fascinating, blatantly artificial, yet so alive that his subjects always seem to have been snapped in flagrante, as if by a canny street photographer. Roman Vichniac's Warsaw, Vivian Meyer's Chicago, Henri Cartier-Bresson's Paris, all descend
from Franz Hals's Haarlem. In his technique, the modernists found a lineage, and in his subjects too. After a visit to Haarlem, Manet made up his mind to become a painter of his own time. Hals had discovered the range of humanity, even in a small city. And alongside the grandees and the flush merchants, he showed the common folk. A bartender tallying her customers' drinks on the wall. A series of fishermen's children. A sly hooker. The city was small, but its citizens reflected the Dutch Republic's worldliness and ambition. Isaac Mossa, a fluent Russian speaker who was ennobled in Sweden, became the first Westerner to publish an account of Siberia and wrote about the false Dmitri, puts in an appearance, and so does a man attired in one of the rare kimonos that the Dutch were allowed to export from Japan. The first person to paint the landscape of Brazil, Frans Post, sat for Frans Hals. So did a man who, though born in France, became as much a symbol of Dutch cultural achievement as Hals himself, René Descartes, who spent his adult life in Amsterdam, where in a climate of intellectual freedom that had no equal anywhere in Europe, he composed his philosophical works and was painted by Hals shortly before his death. Alongside these eminences are people one would cross the street to avoid. A man who played an instrument that squawked so obnoxiously that neighbors would bribe him with a coin to get him to move on. And Mala Baba, Crazy Babs, known in local legend as the Sorceress of Haarlem. Mala Baba clutches a pewter mug of beer while an owl, a symbol of drunkenness of the night side, perches on her shoulder. Is she laughing? Grimacing? She's one of Hals's most ambiguous characters. Some find her gezellig, an overused word that means fun or sociable. The kind of kind-hearted drunk you might spend a memorable evening with down at the bar. Popular songs have been written that portray her as a prostitute, which seems unlikely. Others see a terrifying madwoman in the grip of alcoholism and mental illness. She was a real person, Barbara Klaas, who has been traced in the records of the same asylum to which Hals's own son Peter was condemned. Another one of the tragedies that filled his life, recorded in the dry prose of bureaucracy. In an age without euphemism, this institution was known as het dolhuis, the madhouse. In an age without specific diagnosis of mental disabilities, it is hard to know exactly what ailed her. Whatever her story, she surely never dreamed that she would remain a symbol of Haarlem centuries after her death, or that the city would honor her with a statue, complete with the owl on her shoulder. Her name and face are still known, thanks to Hals's portrait, which in our image-soaked world, in our dutiful trudges through all those encyclopedic museums, is that rare picture that, once seen, can never be forgotten. El sueño la razón produce monstruos, Goya wrote on an etching. The sleep of reason produces monsters. Owls descend on a dozing man, landing on his shoulder as they did 150 years before on Mala Baba's. Amidst all the attainments of civilization, Goya shows a man respectably dressed. It is enough to close one's eyes to see the madhouse, the bailiff, the orphan, the drunk. Enough, too, to open them. You enter the Frans Hals Museum through a monumental gate. Take a right, buy your ticket in the bookstore, and then walk counterclockwise around the courtyard. The great Haarlem artists before Hals file past on the right side of the quadrilateral. And then, in the wing opposite the entrance, the first of the works that have attracted generations of artists to the city, the 8 heroic group portraits, appear. No matter how many other pictures by Hals you've seen in real life, no matter how many times you've seen these particular pictures reproduced in books or on screen, you will not be prepared for their size and impact. The woozy idea of inspiration, of the artist's pleasure in his work, crystallizes here. To see Hals paint is to see a graceful young animal bouncing and jumping, delighting in everything he sees. A fork, a hat, a mustache. The artist never gets bored. He never reverts to routine. Everything is climax. The flash of the feasting militiamen, seated at their richly laden tables, clad in their fabulous garments,
is rendered by a man who wields brushes as they wield swords, and whose technique matches his subjects so perfectly that it is impossible to separate one from the other. The militiamen flaunt their pride. So does the painter. The earliest, the banquet of the officers of the St. George Civic Guard, dates to 1616, the beginning of Hals's career. Its colors are bright and cheerful, showing young men, many even younger than Hals, the flower of a triumphant nation at the height of its opulence. For them, the iconoclasms in religious wars, the sieges and massacres, would have been thrilling stories they heard as children from the greatest generation. 25 years, another generation, later, Hals, now middle-aged, painted the Regents of the St. Elizabeth Hospital, housed directly across from the museum. The colors have sobered, and the subject is different. The directors of a charitable foundation, the first such group portrait painted in Haarlem. Gone is the sparkling silverware. The only medal visible is a clutch of coins dedicated to the care of the infirm. Here are people scratched together in paint, those 27 blacks, who seem far more real than the smoother creations of other artists, lifelike and also life-sized. The man closest to the viewer is seen in profile, cocking an ear towards some invisible interloper who has walked in on their gathering. Through that gesture, the group acknowledges the viewer, and through their gestures, they acknowledge each other. Like a pianist whose fingers never allude to the deprivation that preceded his performance, or like a pirouetting ballerina whose dainty smile gives no hint of the blood in her shoes. His travails, his quibbles with the tailor, his dead children, have been pushed off stage. He is entirely at the service of an art that does not show daily life, but that, by rising above it, elevates it. All the spectator sees is the sprezzatura of the prodigy. His light touch disguises something only his fellow painters can fully appreciate. Nobody else can do this. His works are all of a piece, so much so that they seem to have been dashed onto canvas in a single inspired explosion. But technical research shows that these works took many years. The appearance of effortlessness, of a balance so refined that it seems inevitable, is the miraculous illusion of the virtuoso. Yet the great virtuosi are not always the great artists. These are often those who, alongside their mastery, have that creepiness, that slightly offness, that getting under your skinness that Freud called das Unheimliche. One feels the tension between spontaneity and obsession even in Hals's earliest works, but only as one is nearing the exit of the museum does the uncanny burst into full funereal flower. Here we find the regents and the regentesses of this very building, the old men's house, staring at us from across the ages. Five women and six men gathered in two gloomy paintings. These are the works to which the dying Whistler paid homage, and they are so strikingly weird that it's no surprise that he dragged himself here to touch them, or that a legend grew up around them. These pictures demand explanation. The man with the floppy hat and the hangdog face is drunk, for example. In the portrait of the crones was Hals's revenge for their forcing him to spend his last years in this institution. The stories, however charming, are myths. An inebriated regent was unthinkable in a formal portrait, and Hals never lived in this building. But they thrive because we know there's more to these pictures than a meeting of the board. We know for certain that these pictures were created by an octogenarian. We know that if 80 is elderly now, it was nothing short of ancient then. Given the life expectancy at the time, most residents of the old men's house were presumably much younger. We know that these were the last pictures Hals made, and we know that another 25 years, another generation, have passed since the St. Elizabeth's portrait. Something has changed. If the earlier portraits are cohesive internally, the figures relate to each other, and externally, the figures relate to the viewer, the regents and regentesses interact with nobody. As if sliced from other paintings and pasted onto an amateuristic photo montage, they stand uncomfortably,
pinned to the background, looking right and left, above and below, never at each other, and never at us. In a traditional novel, one sentence leads to the next. One thought leads to another. In a sonata, an initial theme is coaxed into a more elaborate development, then brought back to a recapitulating conclusion. To see Hals's final fragmented pictures is to understand that the earlier portraits were akin to well-constructed fictions in which the chaos of experience has been pressed into a readable narrative, an artificial form. No matter how wild Hals's picture seemed, they respected the classical order. Eye met eye, hand led to sleeve that led to elbow. One color led harmoniously to the next. Here, though, the colors seem to have been frightened off. All that remains are the 27 blacks and an equal number of whites. Hands and heads emerge from the darkness, and the people, especially taken together, look disembodied, ghostly. A lonely prince of a realm of spirits, from whom now only a chilling breath issued to terrify his most willing contemporaries, standing as they did, aghast at these communications, of which only at moments, only by exception, they could understand anything at all. Thus Thomas Mann imagined Beethoven at the end of his life. Abandoning his audience, the artist created a style that was half breakdown and half liberation. Theodor Adorno was obsessed with this style, and for decades plotted a book about it. Of this book, appropriately, only fragments remain. Late Beethoven did not show fullness or resolution. He showed instead the preposterousness of the very idea of unity or totality or narrative. The works he created at the end of his life showed him in the face of the dissolution of death, their broken nature suiting an artist who had outlived his time. Such late works do not display a failure of unity or narrative. They display a willingness to transcend it. Objective is the fractured landscape. Subjective, the light in which alone it glows into life, Adorno wrote. He does not bring about their harmonious synthesis. As the power of dissociation, he tears them apart in time in order perhaps to preserve them for the eternal. In the history of art, the late works are the catastrophes. The shattered illusion of totality is the catastrophe we see in the black paintings of Goya or the last plays of Ibsen. Our perplexity and discomfort in the face of such works shows that aesthetic needs for narrative, for visual unity, are grounded in emotion and show that as with incorrect punctuation, untuned instruments, or clashing colors, disjointedness upsets us physically and emotionally more than we realize. When we do realize it, another displeasure arrives. It feels pathetic to be so troubled by a lack of harmony or synthesis, so dependent on the illusion of unity. We know that our own lives don't add up and that such totalities are artificial. We know that the fractured landscape is the objective one. But that may be precisely the reason we expect art to provide that neatness and consolation. Looked at head on, the fracture is unbearable. The maturity of the late works does not resemble the kind one finds in fruit, Adorno wrote of Beethoven. They're not round, but furrowed, even ravaged, devoid of sweetness, bitter and spiny. They do not surrender themselves to mere delectation. These were the fruits Hals painted. And when we try to taste them, we discover how prepared we are for delectation, how uncomfortable in the absence of sweetness. This discovery opens the door to a more accurate appraisal of the world and our place within it. Such knowledge dispenses with devices that link one thought, one person, one figure to the next, and that understand one phase of life as a positive evolution toward another. As in the Kabbalah, this view understands us as fragments of shattered vessels, but this most secular of painters withholds the prospect of redemption. The regents and regentesses
are thrice late. They are painted by a man who has outlived his generation and buried his own children. They show older people, not as old as the painter, but none quite young, and one of whom, the man reputed to be a drunk, seems to be disintegrating. These people, painted by an old person, are in charge, furthermore, of a home for old people, the building where these pictures still hang. In the wilting flower, the fleeting days, the sunset, thousands of works ponder decline. They are melancholy, but they can be produced by young artists, and even when produced by older artists, they do not necessarily need to be composed in the fractured or anti-harmonious manner suggested by Adorno with the term late style. Not every elderly artist develops, like Beethoven, Ibsen, or Goya, a distinctive late style. His late works, Adorno wrote of Beethoven, constitute a form of exile. In that word, exile, lies a possible key to these paintings. Not the exile we usually imagine, an expulsion from city or country. One might always, at least theoretically, return to a place. These paintings show something more irrevocable. There's no going back for one who has outlived his own time. Hals was an exile from time itself. A home for the aged is a home for people alienated from whatever they once were. Its residents could once feed and wash themselves, walk without effort, sleep without soiling the bed. And now they find themselves in a building that, no matter how lavishly appointed or caringly staffed, is the antechamber of death. And Franz Hals, no matter whether he lived in this building or a few streets away, inhabited the same room. This is the institution over which the regents presided. In their spookiness, they resemble other representations of guardians of the crossroads. These are lords of the threshold, at the junction of this world and the next, liminal deities, like Janus, who looks in two directions, St. Peter, who keeps the keys to the Christian heaven, Papa Legba, who watches over the gates of the voodoo underworld, Guinée. Malababa shows the vicinity of sanity to madness. The regents and the regentesses show a more unbridgeable distance. No landscape is more fractured than the region between life and death. Touched by death, Adorno wrote, the hand of the master sets free the masses of material that he used to form. Its tears and fissures, witnesses to the finite powerlessness of the eye confronted with being, are its final work. Beethoven's late works resolved into trills, Hals into the tears and fissures of brushstrokes alone. The portraits of these 11 people add up to a portrait of a single man standing between this world and the next. These paintings loom at the junction between religion and art and evoke a response that more explicit religious art seeks but often fails to elicit. Their very indirectness lends them mystic electricity. Perhaps the reason that I would save these works first, the reason that they appeal to so many modern artists, is that they show how, in a churchless age, we might yet evoke the oceanic feeling that courses through our world. We're not really looking for answers. We know truth can only be glimpsed in fragments. In certain moods, we feel defrauded by fiction, by harmony, and want to taste those bitter, spiny fruits. Benjamin, wat een prachtig verhaal, zeg. We zijn er helemaal stil van hier. We zijn helemaal stil. Ja, echt heel mooi. Nou ja, ik moet er nog even bij komen. Maar hoe ben je op dit onderwerp gekomen? Ja, toen ik naar Nederland kwam, dat was bijna 20 jaar geleden, ging ik dat land ontdekken via de kunst. Want eigenlijk sprak ik de taal nog niet. Dus dat kon niet dat ik die boeken ging lezen of zo. Maar wat Nederland heeft, wat Nederland zo uniek maakt, is juist die
ongelooflijke kunstschatten van zo'n klein land dat zoveel heeft voortgebracht. En dat Frans Hals Museum was altijd een speciaal eilandje voor mij. Dat vond ik altijd heel erg leuk. Want ik had eigenlijk Frans Hals nooit gezien voordat ik daar was. Hij staat in alle musea ter wereld, maar ik had hem nooit begrepen. Je begrijpt Rembrandt of Vermeer, dat kan je overal zien. Maar Frans Hals, ik dacht, dat is echt, dat kan je pas in Haarlem zien. Ja, mooi hoor. Wat ik heel intrigerend vind, is dat je eigenlijk zegt, ja, laat ik het anders stellen. Heel vaak hoor je mensen zeggen, ja, waarom hou ik van kunst of van beeldende kunst? Omdat het, ga ik naar het museum, want het geeft hoop. Het geeft een andere blik. Terwijl wat jij eigenlijk zegt is, ja, echt goede kunst, die is juist gefragmenteerd. Die confronteert je met de gebroken wereld. En die, ja, die maakt je een banneling. Dat klopt. Dat idee, het geeft wel hoop in iets. Daar ben ik het wel mee eens. Maar ik denk ook dat is niet wat wij per se zoeken, is hoop. Wij weten precies hoe het in elkaar zit. We weten dat we doodgaan en dat het allemaal, waar we allemaal naartoe gaan. Ik hoef geen fictie om dat te vermommen, om mij iets wijs te maken. Dat is wat religie vaak doet. En daarom is zoiets als Frans Hals en die portretten, die je dat hoop niet geeft, maar wel een uitzicht van de werkelijkheid en een echte landschap, een echte visie. Dat vond ik zo overweldigend eigenlijk. Ja, ja. Echt prachtig hoor. Een van de redenen waarom we deze lezing ieder jaar weer organiseren is omdat we het gevoel hebben dat er in Nederland misschien wel iets te weinig beschouwend over beeldende kunst wordt gesproken en geschreven. Deel jij dat? Ja, ik vind het zo jammer. Ik vind het zo erg. Het is echt, er zijn zoveel neppe nationale trotsen in Nederland. Ja. Van de Eindhovense voetbalploeg, dat weet ik wel allemaal dingen. Oprecht kan Nederland trots zijn op zijn kunstenaars. Het is een ongelooflijk land daarvoor. Ja. Er is eigenlijk maar één in Europa die daaraan kan tippen, en dat is Italië. En dat is wel echt iets, het is iets om te koesteren, vind ik. Ja. En dat deed Joost Vragerman ook heel erg mooi. Daar was hij heel erg bewust van in zijn werk, dat hij in een traditie stond. En dat vind ik ook heel mooi. Ja. Nou, dat doe jij zeker ook, Benjamin. En ik hoop dat jouw volgende boek over beeldende kunst gaat. Wie weet. Wie weet. Heel goed. Ik dank je heel erg voor deze lezing. En ik hoop dat we elkaar over niet al te lange tijd ook een keer live in het echt kunnen zien. Dank je wel. Hartstikke leuk. Dank je wel. Goed zo. Ja, dames en heren. Als u de lezing, de prachtige lezing van Benjamin Moos nog eens rustig terug wilt lezen, kan in het Nederlands, in het Engels, in deze uitgave van de Arbeiderspers. Frans Hals op de tweesprong. En die is vanaf vandaag voor €8,99 te verkrijgen bij de Betere Boekhandel. En dan is het nu tijd voor een afsluiting met muziek. Spinvis. De afstand blijft, de vangrail blijft, de populieren gaan, de helden gaan. Augustus blijft, getuigen gaan, gefluister gaat, de conversatie staakt, de Noordzee gaat. Het weergaloze blijft, het doorgaan blijft, voorlopig blijft. Al vroeg gegaan naar dierentuin, toen weggebracht naar busstation. Gezwaaid, een sigaret, de bomen gaan, het ruisen blijft. En als het soms, en dank u wel, en of ze ooit nog schrijft, het landschap gaat
het uitzicht blijft. We vinden ons, het vinden blijft. Twee zomerarmen wijd. De schaduw gaat, de schemer blijft altijd. Het drinken blijft, het drinken blijft. Ik hoorde dat, ach, laat ook maar. Gewoonste gang van zaken zet de mond aan wie dan ook. Ze blijven hier, ze hangen rond de vaders gang. De namen gaan na verloop van tijd. De duinen gaan, het eiland blijft. Wat blijft, Spinvis, prachtig. En ook een mooie afsluiting. Want wat blijft? De Joost Swagerman-lezing blijft in ieder geval. Volgend jaar zijn we weer op 18 november 2021. En dat is een donderdagavond. Zet het vast in uw agenda. Dan hopen we u... hopelijk weer te verwelkomen in Alkmaar. Graag tot dan.